Acetion. Acetion. Ik dacht Acheon. Acheon, toch? Ja, een woord voor de thumbs-up chord. De wat? Een? De thumbs-up chord. Wat is dat nou weer dan? Dan heb je omhoog gaan beloven en thuis. Jij moet ook nog omkleden? Ja, dat ook. Tijdtechnisch gezien, even? Ja, dat ook. In hoeveel situaties mag je rechts hebben en kan je ze alle vijf noemen? Zo, nou, de bestelling is binnen. Die heb ik hier in de... op de stoel liggen. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog en welkom september! Yeah. Ja, het is namelijk vandaag donderdag 1 september 2022 en het is nou 1 uur geweest. 1 uur geweest jongens, jullie horen het van Rob. Ja. En ja, waar zullen we anders staan dan hier? Ja, jullie zien het ook aan de achtergrond. Dus ja, daar zijn we. Ik zal vooral even helpen. Lekker even in de intro, helemaal goed. Maar wij wensen jullie zoals altijd weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En de allerbeste wensen voor deze nieuwe maand. Hoe, wat zei je nou? Allerbeste wensen voor deze nieuwe maand. Dat is mooi, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. En jullie ook inderdaad. Waar komen we vandaan? Geen. Bij de Acheon? Acetion. Acetion. Ik dacht Acheon. Acheon toch? Acropolis. Acheon toch? Acheon. Ja, Acheon. Acheon? Ja, Acheon. Ja, Acetion. Ja, Acetion. Ja, bijna. Acheon. Ja, Acheon. Hele goede Acheon, ja. Grappig. Nee, maar wat heb je daar gehaald? Een mooie kabeltje. Ah, wat USB-C. Voor zijn lampje namelijk. Erg handig. Guardian 1. Kan ik hem opladen. Zodat ze ook niet meer die kwartsnoertje is. Ik heb het echt neergelegd, maar ik ben het kwijt. Zo klein. Ja, of het is gewoon heel goed op en geborgen. En doe mijn zus. Dat en ook nog. Met andere dingen kwijt. Ja, zoals een lepeltje. Ja, nog meer dingen. Maar... wat nog meer? Dat gaan we niet zeggen. Wel en wel tegen mij alleen en zonder camera? Ja, wel. Oké, nou ja, jullie horen. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Nee, nou, wij gaan sowieso eerst eventjes naar de... precies dat. Ik heb weer een hele leuke schone taak gekregen van Ro. Ja, dat ik dus met karretje en al... naar de vierkante dingen moeten gaan lopen om te kijken wat erin zou kunnen zitten. Dus eerst even kijken of er ergens muntjes in zitten. Muntje, 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 eventueel, 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 eventueel. Helemaal geen muntje, is geen enkele muntje. Ja, daar helemaal achter nu. Tralalilalalalap. Nou, ik ga deze pakken, helemaal goud. Kijk. Die erin. Die daar naartoe. Hier, een karretje, ga maar dat in. Helemaal goud. Nou, naar binnen. We gaan naar binnen. Dat was een wiel van een kar tegen mijn zijkant van mijn poot aan. Hallo. Open, dank u. Open, dank u. Ja, open. Is wel heel fijn, hè? Als het open gaat. Ja. Nou, wij gaan dus nu. Jullie en ik. Gaan dus nou naar de... ja, vertel het maar. Waar gaan we nou naartoe? Ik weet het niet. Jullie wel, toch? Waar zouden we naartoe gaan? Ja, ik ga even zo filmen. Anders heb ik weer van... je mag de personeelleden niet op de vlog krijgen. Er stonden daar even heel veel hutje-mutje op de... ja, gewoon hutje-mutje. Serieus. Nou, ik weet niet of Ro dat wil, yoghurt. Ik denk het haast wel niet. Nou, er zit niet zo heel veel in, zeg maar. Ik vind van niet.
Maar ik doe deze wel heel eventjes voor Ro even hier. In de pan, want ik weet niet of het Ro het inderdaad wil. Nou, ik hoef geen biologisch. Hoef ik niet. Mot ik niet. Biologische dingen. Ja. Geloof mij, deze is ook weer 50 cent. Hebben? 50 cent, hè? En dit is de... Even kijken. Een half liter. Ja. En is dit ook weer 50 cent. En dit is voor een liter. Check dit. Dit is dan van Campina. Dit is van Jumbo. Maar het is eigenlijk hetzelfde hier. Ja, ja, oké. Die snapt hem nog. En dan heb je hem hier ook nog een keer. Ook weer 50 cent. Kijk dan. Ja, ja. En dan ben je hier dus eigenlijk een euro voor kwijt. En voor dezelfde smaak als dit. Ben je hier de dubbel voor kwijt. Een euro en hier 50 cent. Ja, ja. Wauw. Nou, deze wel. Ik doe deze weer even in de bak. Wauw. Tjoe. Goedkope zuurkoop. Ja, ja. 5,50 voor uitgeven. Nou, en hebben ze hier nog peren? Ja. Voor een euro, voor een zak peren. Ja. Is het euro? Zie je dat? Nog een euro. Allemaal een euro, daar een euro, daar een euro, hier een euro. Dus ja. Ja. Ro, die komt er al aan, die zal klaar komen lopen. Ja, kijk, daar komt hij al aan lopen. Kijk, 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 kijk. Daar. 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 Hey, schat. Oké. Ik heb het ook al aan de mensen laten zien. 50 cent. Ja? Van dezelfde smaak. Dan heb je hier twee van Campina. Van dezelfde smaak, maar dan 50. Nee, is ook fijn. Zoals je troef. Ja. Kijk op. Wat is dat? Nee, maar kijk hier. 50 cent. Dat is wel van Campina. Ja, dat is dan van Campina. Maar dit is dan voor een liter, 50 cent, en dit is een liter voor een euro. Dit papier. Ja, nou, is een beetje groenig, hè? Ja, nou, dat wil ik. Niet meer te hard te kopen. Nee, nou, daarom precies dat. Nou, ik ga even een stuk broodje laten snijden door de apparaat. Ja, erg handig. Hier, meneer. Eens even kijken. Nee, nee. Oh. Nee. Ja. Ja, ja. Hij gaat. Nee. Gaat zelf. Gaat zelf, kijk. Ja. Ja, precies dat. Kijk, dat gaat zo ook goed. Ja hoor. Helemaal goud. Kijk. Ga ik een knoopje in doen. Ja, een leuke knoop. Sta ik in de weg, meneer? Nee. Nee, mooi. Dan blijf ik staan. Zo, die heb ik ook weer in de pocket. Yes. En dat is dan nu een 1,18 euro. Een heel stokbrood. 1,18 euro is duur ook, hè, eigenlijk. Als je het moet gaan bekijken met bijna... 2 jaar terug was het goedkoop, was het 99 cent. Een stokbrood. En nu? 19 cent duurder geworden. 19 cent duurder geworden. Ja, ja. 19% bijna. Bijna 20. Ja. Bijna schande. Iets meer dan 18%. Ja, schande. Ja, gaat u hierheen? Dat is heel fijn, mevrouw. Dank u wel. Oh, het stikke idee, hoe laat je. Ja, het is me weer gelukt. Echt, hè? Echt. Een award voor de thumbs up award. De wat? Een? De thumbs up award. Wat is dat nou weer dan? Duimpje omhoog gaan we belonen en prijs. En dan zei je het, Ateca volgens mij, die zwarte. En dan gaan we naar beneden. Rijden. Hier is het vol, hier is de entree.
Hou je mond. Hou je mond. Niet doen. Jij kan ook soms lekker overdrijven, jij. En overdrijven, ja, vooral in het water. Dan drijf ik zo over. Ja. En ik heb pijn in mijn hand en deze door, en door die stuurbekrachtiging en dat die uitviel. Oh, okay. Door de stuurbekrachtiging zelf zou je geen pijn krijgen? Nee, maar door het sturen. Ja. Omdat ik normaal altijd maar met één hand stuur, zeg maar. Met, en met één bochten. Hand? Nee, met bochten te maken. Twee handen één stuur. Oh, dat weet je. Nooit. Wat is dit nou voor een auto? AL18? Een Fiat, zeker. Ja, het is een Fiat. Mini-mini-Fiatje. Ja. Het 1884 nog wel. Oh nee, dat kan niet. Huh? Oh, maar niet thuis inhalen. Jij moet ook nog omkleden? Ja, dat ook. Tijdtechnisch gezien even? Ja, dat ook. Oké, okay, daarom. 6 minuten. Daarom dat ik dus nu ook even iets meer haast maak, meneer. In plaats van niet rechts inhalen. Ik moet hier toch in. Mag ook niet, rechts inhalen. Nee, dus en? In hoeveel situaties mag je rechts inhalen? En kan je ze alle 5 nog? Ik ga ze niet alle 5 lekker noemen, dat mogen de kijkers doen. Dat is alvast heel goed. Dat mogen de kijkers lekker doen. En ik blijf nu wel op mijn baan, want ik heb daar even duur en dan ga ik van baan wisselen. Rechtdoor of? Immigrados. En als die op rood springt, dan ga ik de andere kant op. Toch niet meer. Hier weer spannend. Nee hoor, dat valt heus wel mee. Anders is het goed. Anders is het nog boos geworden. Maar... Ja, anders. Gelukkig niet. Je hoeft het niet. Nee. Maar wat heb je te vertellen? Want je zit nou wel lekker een spelletje te doen, maar... Yes, vertel het eens. Vertel het eens. Wat moet ik allemaal vertellen? Nou, vertel jij eens even wat ik moet vertellen. Hoe en hoe vind jij dat? En dat ik volgende maand... Ik ga nog niet zeggen waar naartoe. Maar alleen op vakantie gaat. Dus nog niks vertellen waar naartoe. Maar hoe vind je dat met nu alleen gewoon met alleen, zonder jou, zonder hondjes? Ja, het is lekker rustig. Je gaat toch naar ver weg is dan? Want het is hoofdstad van ver weg dan eigenlijk. Heel versum, toch? Ja, bijna wel. Je gaat dus naar ver weg is dan? Oh, nou! Nou! Naar Bionesië? Weet ik niet. Tuinheesje? Weet ik niet. Balkonië? Ja, mag allemaal, schat. Mag allemaal. Mag allemaal. Mag allemaal. Hé, jeetje, Mina. Moet ik daar echt zo... Rechtdoor. Ja, bijna wel. Ja, gaat hij achter Jumbo rijden? Nee. Schuin achter. Kijk, hij gaat wel remmen. In 3, 2, 1... En pasta, kom, pasta, goed. Je moet even tot op de, over die markeringslijnen rijden, de sensorlijnen, wat is het? Ja, hij ook, ja, maar dat doet hij niet. Doet hij niet, dan blijft het op rood staan voor hem. Jij mag door, hij niet. Snap je? Echt, hè? Bijna wel. Zo. En wat is 17 keer 19? Ja, vertellen. Dat jij het eens even aan. Nee, nee. Dat is een kijkersvraag. Juist, okay. Dat is dus van, maar dat is ook net wat ik aan jou vroeg, van hoe vind je dat? Ik heb dus nou net deze maand, de 23e heb ik dan deze auto 2 maanden. Ik heb net mijn rijbewijs en dan ga ik binnenkort op vakantie. Hoe vind je dat ik dat dus nu al gewoon doe, zeg maar? Prima, heb ik lekker even rust. Ik had ook vrijgevraagd, maar dat kreeg ik niet. Waarom niet? Vertel. Ik kreeg de dag erna dat jij terug was, kreeg ik vakantie. Nee, dat zit natuurlijk niet op. Jawel. Nee. Dat heb ik nog steeds geen vrij. Want dan ben jij weer terug. Ik denk, jij bent weg, kan ik ook even lekker rust hebben. Maar nee, dat mag niet. Dat was technisch niet mogelijk. Jammer. Maar je bent wel ik lekker... Ik deze maand met 12 plus uren, zeg maar. Deze maand al? Ja. Dat ingepland. Dus dat is wel lekker. Als je nou ook gewoon even een beetje doorrijden en tot aan die streep, jongens, dan gaat het harder. 50% extra. Dat is wel lekker, dat wist ik niet. Dat is inderdaad lekker, ja.
Dus je zo 6 uur extra voor 12 uur extra werken. Uh-huh. Je hebt 8 uur betaald voor 6 uur extra. Voor 12 uur boven de contacturen uitwerken. Lekker. Nee, niet contacturen, ja, het fulltime aantal uren. Als mensen ook nou gewoon op en op die lijn gaan staan, dan gaat die snel op groen. Ja. Leg dat eens even uit. Misschien aan de beginnende bestuurders en die dat niet weten of nog weet ik veel wat. Waarom zijn die lijnen op de weg? Bij verkeerslichten zijn er lijnen op de weg, ingebouwd soms, in het asfalt. Daaronder zit dus een sensorlus. Dus als je erop gaat staan, dan krijg je dat een feedback van hey, er zit metaal boven, dus dan zal er wel iets staan. Dus dan gaan ze de verkeerslichten erop aanpassen, het sturingsmechanisme dan. Van, moeten we misschien iets groen gaan geven en andere dingen op rood zetten. En als er niks is, dan zeggen we van alles op rood. Dus kom dan vooral niet aan met een aluminiummotor, want die wordt niet gedetecteerd. Nee. En hoe vond je het trouwens dat ik gisteren door rood moest rijden? Een verschrikking. Als alles op rood staat. Links gaat rijden, voor je gaat rijden, achter zit ze te drammen. Ja, dan moet je toch meerijden. Denk ik. Dan zit er een vaak situatie. Van links staat stil, rechts staat stil, tegenover staat stil. Alles stond echt gewoon letterlijk stil, jongen. Links, rechts, rechtdoor, alles stond stil. Beide kanten, links en rechts. En de voor- en achterkant, allemaal. Dan gaan ze opeens hier rijden. Van toet, 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 toet. Ja, komt er iemand op je afstormen. Ja, wat moet je dan doen? Stil blijven staan of toch maar even proberen? Nou, ik wil niet aangereden worden door jou. En gaan we ook maar doorrijden. Met opletten wat er links en rechts gebeurt. Want daar zien ze wel van, oké, er komen auto's niet rijden. Die mogen dan wel doorrijden waarschijnlijk. En want waarom ik dus door rood reed? Omdat dus gisteren dus gewoon nog één grote storing was in de verkeerslichten. Ja. Dus alles bleef lekker op rood staan, ja. Twee grote storingen. De volgende kruising niet doet hetzelfde. Ja. Dus ja, dan gaat het ook niet werken vanzelf, hè? Niet echt. Nee. Nou, gaat echt alles niet meewerken zo vandaag en met de verkeerslichten. Dat is te warm voor. Jeetje, mina. Dat scheelt je. Ja. Ach ja, ik ga Ro even snel even thuis afzetten. En dan ga ik daarna eventjes ook even snel naar mijn huis om eventjes mijn muziek te halen, want die heb ik niet. Nee. En er zitten 3 man op de motor. Hoe heet de middelste? Ook weer een kijkersvraag. Dus, jullie hebben aardig wat kijkersvragen. En door deze gesprek heen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Jullie zien me straks wel weer. Terug. Nou, dan ben ik dus eigenlijk net thuis. Eigenlijk, ongeveer een half uurtje. Ongeveer. Nou mogen de dames weer naar binnen. Want, Rodi heeft mij gevraagd. Want Roderick heeft namelijk zin in een Turkse pizza. En zijn collega, die heeft ook zin in eten. Er werd mij dus alweer gevraagd, zou je weer eventjes naar de lokale... tent willen gaan. Ja hoor, geen probleem. Of nog heb je daar geen fit voor? Tuurlijk, ik wel. Dus ik ga gewoon eventjes met de auto weer even heen en weer rijden. Telefoon mee. Jullie mee. Dames, toe, lopen. Doe het gewoon even weer lekker hierin. In mijn tas. En dan doe ik het zo. Hartstikke mooi. De dames even opsluiten. Dat doe ik eigenlijk niet opsluiten. Maar anders heb ik een leuk hondje. Naam Beauty. Die slopen nog wel eens leuk vindt. Ja. En Lady die kan hierop klimmen. Dus daarom ook deze de slaapkamer. Ook op de haak. Ja. Ik heb geen zin in dat mijn auto zo meteen aan het doek is. Nee. Ja, mijn auto. Ja hoor. Mijn bed of zo. Ja. Precies. De bestelling is binnen. Die heb ik hier in de... op de stoel liggen. En dan ga ik nu weer dus richting Roderick rijden. Even kijken of er niks aankomt van de andere kant. Anders heb ik zo meteen een probleem. Want ik ga dus nu uit een parkeervak rijden. Nee, mooi. Top. Nou, dan kan ik weer rijden vanzelf. Hartstikke mooi. Kijken. Hartstikke mooi. En deze hobbel gaat mijn auto niet leuk vinden, dat weet ik nou al wel. Maar oké, ik moet hem wel hebben. Dat is het snelste en het makkelijkste. Yes. Even voorzichtig uitkijken. Helemaal goed.
Oh, stukken mooi. Zo. Ik heb geen voorrang, dat hebben fietsers wel. En voetgangers, niemand. Hartstikke mooi. En dan ga ik er heel voorzichtig vanaf, want dit vindt mijn auto niet leuk. Dat zeg ik. Dat vindt mijn auto niet leuk. Wil je mijn auto kennen? Vind ik grappig. Dus ja, ik ga dus nu naar mijn mannetje toe rijden. Jee. Hola die, hola die, yo, yo, yo. Dus ja, dat wordt nog leuk. En ik heb ook alweer een vlog gezien van Don. Dus ik moet ook op mijn vakantieland heel goed opletten met wat ik doe. Met de vlogcamera. Want dat mag daar dus niet in de hand. Gewoon niet. Dus of dat ik gewoon weer bij een verkeerslicht sta, wat ik hier ook al doe. En dan opbergen of pakken. Maar daar heb ik altijd wel weer een foefjes op. Dus dat komt helemaal goed, jongens. Ik ga van mijn rijbaan wisselen ook helemaal goed. Ik ga daar niet achter blijven plakken. Nee. Maar jongens, ik ga inderdaad nu even focus op de weg. En daar ga ik jullie niet bij lastigvallen. Dus ik ga inderdaad nu even lekker rijden. Om het eten te bezorgen. Ja, nou, jullie zien het wel. Ik ben moe. En dat betekent dus dat deze dame lekker gaat slapen. Ja. Dus, weet je nou het riedeltje? Nee? Zal ik het even helpen? Zou ik zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog, even omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan zeg ik, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.